Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Kindjes die hebben al een fles gehad en die zijn lekker aan het spelen. Sammy heeft ook een fles gehad. Die ligt lekker hier in de box. Dan draait hij niet rond, jongen. Nu wel. Ja. Ik heb vannacht heel goed geslapen, ondanks dat Sam niet langs me lag. En het was vanochtend wel heel mooi. Sam was wakker geworden en Jordi heeft zo'n vals muziekdoosje in zijn bed waar hij aan kan trekken. En dan maakt hij zo'n vals geluidje muziekje. En Sam was een beetje aan het zeuren van, ik ben eigenlijk al klaar, ik wil een fles. En Jordi zet iedere keer de muziekdoosje weer opnieuw aan. En toen werd Sam rustig. Dus toen hadden Niels en ik eventjes wat langer de tijd om eventjes brood te smeren. En eventjes te zorgen dat Niels naar het werk kon, zijn fruit pakken en alles. Ik kon de flessen alvast klaarzetten. Dus ik kon eigenlijk alles al in zoverre klaarzetten en doen, zodat als ik Jordi weghaalde, dat ik niet al te lang later Sam ook al uit bed kon halen. Zodat het helemaal geen jankfeest hier werd. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Alle kindjes heb ik aangekleed. We hebben niks te doen hoor, maar ik wou gewoon aankleden. Ze hebben ook weer voor elkaar. Even scheidpamper van Sammetje opruimen. En dan kan ik hier weer verder, want ik moet zo weer fruit gaan maken voor die twee ettenbakken. Ah ja. Mama is er moe van. Want dat is jou van jullie. Ik heb fruitje gemaakt. Jan is weer lekker aan het eten. Jordi is ook lekker aan het eten. Vind je het lekker, jongen? Ja? Zo, meloentje met kiwi en aardbeidjes voor Jordi. En aardbeidjes en meloen. Voor onze Liam. En een koekje erbij natuurlijk. Die is lekker af, hè? Wacht, ik kan maar beter met de andere hand. Wacht. Zet je hem daarvoor neer? Ja? Ja? Nog een paar jaar oefenen, jongen. Liam die ligt al in bed. Jordi krijgt nu zijn flesje. Sammetje heeft net zijn fles gehad. Hoe vind je fles niet meer? Je hebt hem nog, hè? Het ligt weer. Je bent moe, hè? Je hebt vannacht zo goed gedaan, hè, met je broertje op de kamer. Ja, je broertje was heel leuk, hè. Het is namelijk zo van Liam, die is altijd zo luidruchtig. Al vanaf baby af aan. En Sam is altijd wel heel rustig. En hij kan meer van Sam hebben als van Liam. Ik weet niet of dat in de toekomst ook nog zo is, natuurlijk. Maar hij kan meer van Sam hebben. Dus, tot nu toe heb ik het idee dat het wel goed komt. Doe maar poepen. Je kan gewoon poepen, schatje. Doe maar poepen. Ja, je moet het niet ophouden, hè. Je moet gewoon poepen. En dan hebben we even koeltijd met deze grote vent. Ja, het is lekker even koelen met mama. Ja. Even lekker koelen met jou. Ja. Het is een lekker stukkie. Je broer slaapt al. Ja. Mm.
Wie is de wakker hier? Daar word Jordi dus blij van dat ding wat ik laatst heb aangeschaft. Zo ligt hij dus in de mat. Jordi, goedemorgen. Oh nee, middag is het al, hè? Ja, het is al middag. Kom je bij mama? Kom je bij mama? Eén. Nee. Nou gaan we het speeltje loslaten, hè, vriend. Kom, speeltje los. Twee. Kom je staan? Eén, twee. Kom je staan? Goed zo. Vasthouden. 1, 2, hoppakee. Ik ga hem even naar beneden brengen. Hi. Ben je ook wakker? Kom eens vertellen dan. Wat wil je vertellen? Hebben ze. Nee, is van mama. Kom je ook bij mama? Nou, ik ga ook hem even naar beneden brengen. De kindjes ook wat drinken geven. En dan zal Sam ook wel weer zijn flesje willen. Sammy heeft net zijn flesje gehad. En die ligt even samen bij papa. Liam en Jordi krijgen zo dadelijk ook hun eigen fles. En een pyjamaatje aan. En papa brengt ze naar bed. Want mama mag nagels gaan doen. Super, papa gaat het regelen. Ik ben met mijn nagels bezig. En soms krijg ik wel eens een reactie op YouTube. En dan wil ik terugreageren of liken of weet ik veel wat. En dan kan ik vervolgens niet reageren. Ik heb alles al gekeken, de instellingen, alles. Alles staat gewoon prima, goed. Ik kan ook het bericht zien dat er iets geschreven is. Maar ik kan er gewoon niet op reageren. Raar is dit. Heb ik wel ooit eens vaker gehad. Toen kreeg ik op een gegeven moment een berichtje via Instagram. Dat ik niet reageerde op YouTube. En ik denk dat het alweer een maand of 6 geleden is of zo. Ik heb het bericht gezien, maar ik kan gewoon niet reageren. Ik weet niet wat het is. Ik heb echt alle instellingen, alles bekeken. Dus als je een reactie plaatst, ik lees hem altijd. En ik kan gewoon niet reageren, sorry. Het spijt me. Ik wil heel graag reageren, want ik wil interactie met de mensen die kijken naar ons. Maar ik weet niet wat ik hier aan moet doen. Ik wil weer een knaak meerwaard. Het is... 3,50. Oh, 3,50, ja? Ja. Oké, nou fijn dat ik die euro meerwaard ben. Voor de mensen die niet weten, vroeger was ik knaak 2,50 gulden. Maar ik maak er eventjes een euro vorm voor. Maar ja, ik ben dus volgens Niels 3,50 euro meer waard. Kindjes slapen. En wij ook. Welterusten. Welterusten. Een hele goede morgen. Niels verwerken. Die gaat vandaag zijn vaccinatie halen. En... ik heb net Liam en Jordi al een flesje gegeven. Ik ga zo Sam wakker maken voor zijn flesje.
Alle twee de kindjes liggen te slapen. En Sammy is wakker. Nee, dadelijk een flesje, hè? Ja. Hij wil rechtop zitten de hele tijd. Ja. Je mag van mama rechtop zitten. Hij is het niet mee eens. Ik ga eventjes met hem spelen. Heb je Stinky gedaan? Hallo? Heb je pak gedaan? Doe je altijd, hè? Als mama vraagt of je gepoept hebt, hè? Heb je poept? Nee, niet praatje van mama, papa. Heb je poept? Liam? Liam. Heb jij poept? Nee, nee. Heb je dan scheten gelaten? Nee. Heb je poept? Heb je poept? Ik weet wat je zoekt. Maar volgens mij heb je poept. Oké. Ben je wakker? Ben je wakker? Ben je weer met de valskring bezig? Ben je lekker vrolijk? Jordi staat al eventjes hier lekker tv'tje te kijken. Hé Jordi, ben je nou ineens bij mama? En zijn kleine broertje zit de hele tijd naar hem te kijken. Hij kan die uren doen, kijken hoe dat Jordi alles doet. En dan probeert hij toch Jordi een keer aan te raken. En dan denkt Jordi, ja, dat denk jij dan, hè? Ja, dan denk jij daar, hè? Jij denkt dan, mijn broertje raakt me aan. Want heel soms hangt hij wel eens heel ver zo eroverheen. En dan denkt Sam, ik kan hem aanraken. En dan denkt Jordi, laat maar. Ik heb heel eventjes eten gemaakt. Ik ben ook even gauw naar de winkel geweest om eventjes te zorgen dat we eten hebben. Ik heb een maaltijdssalade met gebakken kip en een eitje. Lekker. Smaakt het? Ja. Lekker. Oké. Mooi zo. Hier is iemand. Het is inmiddels 10:30. Hier is iemand die nog niet wil slapen. Wat? Waar is ze nou zo grappig? Hij heeft nergens last van. Hij wil gewoon niet slapen. Maar nou gaat mama toch even met hem liggen en kijken wat hij doet. Wat ik nu film, ik weet niet of jullie het zien, maar ik probeer zo goed mogelijk te filmen wat hij doet. Je moet wel de deken over je heen houden, jongen. Broek. Nee. Zit jij lekker slapen? Nee, je moet gewoon slapen. Is
gewoon lach hoor, het is niks aan de hand. Kom, slapen jij. Jawel, kom liggen. Ja. Dan ga je slapen. Ik doe helemaal niks, hè? Ik heb hem alleen vast. Ik heb hem echt alleen maar vast. Ik doe helemaal niks. Zo moe is die jongen. Ik doe echt helemaal niks. Ik heb hem alleen vast. Nee, doe ik niet. Ja, die kopstoten van jou ken ik, jongen. Ja, je moet slapen. Nou, ik was zo slaapverwekkend, Jordi is gaan slapen. Sam ligt ook te slapen. Henna. Ja, wij zijn slaapverwekkende papa en mama. Ja. Nou, gaan we de hele tijd slapen. Ja. Wij gaan deze ups en downs ook afsluiten. Dat kan ik editen, spulletjes klaar gaan zetten voor morgenochtend, want ik moet de kindjes naar school brengen. En ik moet fietsen naar school. Naar school? Naar werk? Ja. Hij is zo moe, mensen. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.